Roy Donders heeft onlangs een pijnlijke ervaring doorgemaakt waar alle huisdiereigenaren bang voor zijn: het afscheid nemen van een geliefd huisdier. De flamboyante stylist deelde het hartverscheurende nieuws op zijn sociale media, waarbij hij een emotionele foto plaatste van zijn vader die hun trouwe viervoeter Paris in zijn armen houdt. Op Instagram deelde Roy het verdrietige bericht met zijn volgers, waarin hij schrijft: "Gisteren was een dag vol emoties. Na bijna 15 jaar bij ons te zijn geweest, moesten we gisteren plots afscheid van je nemen. Lieve Paris, rust zacht." Deze ingrijpende gebeurtenis werpt ongetwijfeld een schaduw over de komende tijd voor Roy en zijn partner Michelle. Echter, te midden van dit verdriet hebben ze iets om naar uit te kijken. Het nieuws is onlangs naar buiten gekomen dat het koppel een nieuw seizoen van hun realityserie krijgt. Roy Donders Altijd Wat Bijzonders zal vanaf eind mei te zien zijn op TLC en Discovery+. In deze serie worden Roy en Michelle op de voet gevolgd, waarbij het eerste seizoen draaide om de zwangerschap van Michelle en de geboorte van hun dochter Romy. Het tweede seizoen belicht onder andere de doop van Romy en de transformatie van Roy's voormalige kliniek tot een wellness- en spa. Hoewel het afscheid van Paris een zware beproeving was, biedt het nieuwe seizoen van hun realityshow mogelijk een afleiding en een kans voor fans om de volgende hoofdstukken van Roy en Michelle's leven te volgen. Een aangrijpende herinnering aan de complexiteit van het leven, waar vreugde en verdriet vaak hand in hand gaan.